Zo. Met wat melk in een kom, mix het goed, draait het om tot het lekker luchtig is. Zet het dan een tijdje fris in de koelkast en ziet daar het dessert is kant en klaar. Wat is het toetje? Iets lekkers. Iets luchtigs. Boerbol. Het luchtige dessert. Boerbol. Ja, ja, ja. Roblet, roblet. Roblet, roblet. De jenever met de zachte G. Hij moet zijn sporen in het verzekeringsvak hebben verdiend. En zijn kantoor mag geen bindingen hebben met welke verzekeringsmaatschappij dan ook. En het belang van de cliënt moet centraal staan. Opdat deze nooit te royaal of te krap is verzekerd. En in geval van schade knokt hij voor zijn relatie. Niet waar? Dan heet ik u bij deze welkom als lid van de NVA. Je moet van goede verzekeringshuizen komen om lid van de NVA te mogen worden. James Galway, de meesterfluitist. Er is nu een nieuw dubbelalbum. Het gouden dubbelalbum van James Galway. Een meesterwerk. Zes prinsen in een netje, die zie je o zo vaak. Die zie je o zo vaak. Met mooie gouden jasjes aan en erg fijn van smaak. En erg fijn van smaak. Lekkere koekjes met crème gevuld en in chocola gehuld. Vraag dus daarom alleen nog maar naar Chocoprins van de Beukelaar. Vraag dus daarom alleen nog maar naar Chocoprins van de Beukelaar. Chocoprins van de Beukelaar. Van mensen. Whether you're or whether you're triumph has the bra for the way you are. Whether you or whether you triumph has the bra for the way you are. If you're feeling, are you feeling? Triumph has the bra for the way you are. Triumph has the bra for the way you are. Psst, kom schouw. Ja. Ze zitten aan tafel. Aan tafel? Het lijkt wel een restaurant. Ik hoor houten borden. Ze hebben daar een bistro van gemaakt. Een wat? Een bistro. Maak ook van uw huis een bistro. Met een nieuwe bistro-saus van Heinz. Voor de lekkerste friet kiest u de mooiste aardappel. De dunste schiller. De fijnste snijder. En het beste frituurvet. Dus zuiver plantaardige rezi. Op de juiste temperatuur schroeit rezi de frieten snel dicht, zodat ze mooi bruin worden en niet te vet. Zuiver plantaardige rezi. Voor frituren met gezond verstand.